In deze video laat ik je alles zien over de nieuwe Open Mokka. Kijk je mee? Hallo, mijn naam is Hendrik Liewers en ik ben werkzaam in ons familiebedrijf Opel Dealer Liewers en Rodum. Nou, op dit YouTube-kanaal verschijnen video's met uitleg over een Opel systeem of met presentatie van een Opel model, zoals deze. Nou, ben je nieuw hier, bekijk je onze video's voor het eerst? Van harte welkom en leuk dat je onze video's ook bekijkt. Maar vergeet niet op abonnee te worden, dit kost helemaal niks en zo krijg je als eerste bericht als wij een nieuwe video hebben geplaatst. Nou, zoals ik al zei, ga ik in deze video's uitleg geven over de nieuwe Opel Mokka. Welke mogelijkheden zijn er? Waar moet je op letten? En natuurlijk laat ik je alles zien over deze auto. Nou, dit is hem. Dit is dus een nieuwe Opel Mokka. De nieuwe Opel Mokka is leverbaar natuurlijk met benzine en met een dieselmotor. En daarnaast komt hij ook nog in een volledige elektrische. Dus de Mokka i. Nou, we kennen natuurlijk de Mokka al van het vorige model. En dat model dat is in 2012 is dat uitgekomen. Maar dit nieuwe model is totaal anders. Hij is iets kleiner. Moet je ongeveer denken aan een 12,5 centimeter dat hij kleiner is. Daarnaast heeft hij wel een iets grotere wielbasis. En hij is iets lager qua daklijn. Maar uiteraard beschikt deze auto ook over een hoger zit, zoals bij de vorige Opel Mokka. En ook mag deze auto 1200 kilogram trekken, net zoals bij de vorige Mokka. Nou, wat natuurlijk meteen opvalt, is die nieuwe voorkant. We hebben natuurlijk al eerder gezien bij de Opel Crossland, die inmiddels ook vernieuwd is. Daar hebben we ook video's van gemaakt, die zal ik hierboven uiteraard ook even linken, zodat je die ook kunt bekijken. Maar de nieuwe Mokka die is ook voorzien van deze Opel Visor. En dat is natuurlijk een hele mooie uitstraling wat deze geeft. En het heeft ook een kleine knipoog naar het verleden. Want ik ben benieuwd wie dit herkent in een open model van vroeger. Typ het heel makkelijk hieronder in. En ik zou het leuk vinden als je daarop reageert. Nou, zoals ik al zei, is dus een Mokka leverbaar met verschillende benzine en ook een dieselmotor. En natuurlijk ook elektrisch. Maar je hebt ook verschillende uitvoeringen. En dat begint bij de Edition uitvoering. Dat is eigenlijk het model waarbij het begint. Nou, natuurlijk zoals airconditioning, 16 inch, lichtmetallen velgen. Dat heeft deze auto ook al standaard. Maar wil je iets luxer, dan kun je ook kiezen voor de Elegance uitvoering. En de Elegance uitvoering is eigenlijk de luxere variant. Ja, die heeft bijvoorbeeld ook een klimaatcontrole, heeft die standaard. Die heeft daarnaast ook 17 inch lichtmetallen velgen, heeft hij dan ook weer. Dus die is alweer wat luxer. Nou, het model die we hier zien, dat is de GS-lijn. En de GS-lijn is eigenlijk de sportievere versie. En die kun je heel mooi herkennen ook aan deze rode omlijsting onder bij het dakraam. Nou, dat geeft hem natuurlijk een hele mooie, stoere en sportieve uitstraling. Nou, en diezelfde rode accenten komen bij de GS-lijn ook in het interieur weer tevoorschijn. En uiteraard kun je ook kiezen voor een ander kleur dak. Nou, is deze auto zwart en die heeft ook al een zwart dak. Maar je kunt dus kiezen voor een zwart dak. Je kunt ook kiezen voor een wit dak. Maar wat nieuw is dat je ook kunt kiezen voor een rood dak. Nou, dit zou natuurlijk niet bij elke kleur van de auto mogelijk zijn. Maar kijk daarvoor ook bij de combinaties op opel.nl of www.liewersrodum.nl. Maar het is ook nog een model voor de zakelijke markt en dat is de Business Elegance uitvoering. Nou, dit model is natuurlijk helemaal voorzien van eigenlijk alle belangrijke opties die de zakelijke rijder ook nodig heeft. Maar daar uiteraard kun je deze als particulier ook gewoon bestellen. Nou, en voor degene die echt alles op de auto wil hebben, ja, die kan kiezen voor de Ultimate uitvoering. En dat is dus de meest luxe uitvoering. En daar zitten eigenlijk alle denkbare opties zitten daar eigenlijk al standaard op. Maar je kunt deze uiteraard ook nog even uitbreiden met een aantal andere opties. Nou, en kijk daarvoor voor het meest actuele overzicht op opel.nl of www.liewersrodum.nl. Nou, zoals ik al zei, zijn er natuurlijk ook verschillende motoren leverbaar. We zien dus hier de auto met de verbrandingsmotor. Maar later komt hij inderdaad ook nog met de elektrische variant uit. En die zullen we uiteraard later ook nog een video van maken. Maar de verbrandingsmotoren zijn voorzien van een 1.2 100 pk. Daarnaast is er ook nog een 1.2 130 pk. En deze motor, die 1.2 130 pk, die is ook nog mogelijk in een automaat. Of hij is er met een 110 pk diesel. De elektrische variant die heeft een batterij van 50 kWh. En daarnaast is hij mogelijk met een 7,4 bordlader, die gaat via één fase. Of leverbaar met een 11 kW, die via drie fasen kan geladen worden. Nou, zoals ik het net noemde, zijn er dus verschillende uitvoeringen leverbaar van de nieuwe Opel Mokka. En daar horen natuurlijk ook mooie lichtmetallen velgen bij.
Maar houd er wel rekening mee dat je dus niet velgen eigenlijk als optie bij kunt bestellen bij een bepaald model. Dus vind je deze velgen mooi? Ja, die horen dus bij de GS-lijn uitvoering. En zo heeft de Edition, die heeft 16-inch lichtmetallen velgen. De Elegance uitvoering, die heeft 17-inch lichtmetallen velgen. Hetzelfde geldt ook voor de Business Elegance uitvoering. En daarnaast de GS-lijn, dus dit model, dus sportievere uitvoering en de Ultimate, die zijn voorzien van 18-inch lichtmetallen velgen. Nou, kijk voor het velgenaanbod ook op Open.nl welke velgen er ook standaard op zit en hoe die er ook uitziet. Nou, dan zien we hier de achterkant van de nieuwe Open Mokka. Nou, en wat daarmee meteen opvalt is natuurlijk die typeaanduiding. De letters die mooi in het midden heel luxe en chic overkomen. We hebben dit ook al gezien bij de vernieuwde Open Crossland. Maar de Mokka heeft het dus ook. Nou, en hier zien we de kofferruimte. En die is 350 liter. Ietsjes kleiner dan de vorige Mokka, maar nog steeds voorzien van heel veel ruimte. Nou, net zoals bij andere modellen kun je uiteraard ook nog een reservewiel bestellen. Maar die kun je niet aan fabriek bestellen, die bestel je dus eigenlijk bij de Opel dealer. En ook kan hier nog een hele handige plank op, zodat je eigenlijk een dubbele bodem creëert en ook een vlakke laadvloer. En hier zien we dus het dashboard van de nieuwe Opel Mokka. En wat meteen opvalt is eigenlijk het Pure Panel. Dus je hebt eigenlijk, net zoals bij een computer wat tegenwoordig heel veel mensen hebben, twee beeldschermen. Waarbij je bijvoorbeeld aan links, ja, er staat nou ook een gedeelte van de navigatie, maar daar kun je natuurlijk ook andere functies in kwijt. En rechts is gewoon eigenlijk het navigatiesysteem, die we ook kennen natuurlijk van de Opel Corsa. En ook van de Opel Crossland. Nou, dit is niet standaard. Kijk ervoor op onze website www.liewesrode.nl om te zien bij welk model je eigenlijk dit standaard zit en waar je het bij kunt bestellen. Maar dit grote display achter stuur is echt fantastisch. Je kunt verschillende instellingen, doe je eigenlijk via de richtingwijzer. En daar kun je eigenlijk verschillende instellingen kiezen. We kennen het natuurlijk ook al van de Opel Corsa, maar daar was je dus wat kleiner. Maar dan kun je eigenlijk hier zeggen van wat je eigenlijk wil zien. Nou, en hier zien we dus het 10-inch scherm. En daarbij moet ik eigenlijk gelijk zeggen dat het dus een 10-inch scherm is, maar dat hij niet 10-inch groot is voor de navigatie. Het navigatiescherm is eigenlijk een 7-inch. En dat heeft hij dus ook standaard. Hij heeft standaard geen navigatie, maar een 7-inch scherm. Dat zit er standaard eigenlijk al in. Maar je kunt dus ook kiezen voor het 10-inch scherm. Wat daarbij wel het voordeel is, is dat je dan hier een aantal knoppen hieronder hebt waar je heel makkelijk naartoe kan. En hier aan de zijkant komen er ook gegevens voor het kachelsysteem. Die heb ik nu even uitgezet. Ik zal hem even aanzetten. Maar daar kun je precies zien met de klimaatcontrole van de temperatuur daarvan. Dus een navigatiegrootte, dus dat scherm, dat is eigenlijk 7 inch. Maar je hebt dus een 10 inch scherm wat hier aan de zijkant ook een aantal functies aangeeft. En hieronder dus die hele makkelijke sneltoetsen. Maar uiteraard kun je ook gewoon je drie vingers gebruiken. Die tip die heb ik wel eens vaker gegeven. Je klikt met drie vingers op het scherm en je kunt hier ook heel makkelijk switchen naar andere functies. Bijvoorbeeld radio, navigatie, kan ik inderdaad zo mee switchen. Of natuurlijk ook weer naar airco, telefoon of natuurlijk naar de Apple CarPlay en de Android Auto functie. Nou, hieronder bevindt zich het kachelsysteem, waar je natuurlijk in dit geval dus de klimaatcontrole links en rechts de temperatuur in kunt stellen. Deze auto is ook het winterpakket bijbesteld met stoelverwarming. Nou zit ik momenteel in een automaat en hou er wel rekening mee wanneer je dus het winterpakket bij de automaat bestelt dat je geen stuurwielverwarming hebt. Maar dat kan niet in verband met de schakelflippers voor de automaat die hier achter het stuur zit. Nou, de bediening van de automaat ziet er ook heel anders uit. Waarbij je vroeger eigenlijk van die grote poken had, wordt het eigenlijk steeds kleiner. Nou, we kennen natuurlijk al bij de Corsa en bij de Granite X Hybrid, daar kennen we natuurlijk al dat die automaat ook er anders uitziet en ook dat die ook kleiner is. Maar deze is eigenlijk een heel makkelijk schakelaartje wat je eigenlijk kunt bedienen. En hij staat nu in de P, maar wanneer ik hem naar achteruit moet, tik ik gewoon één keer naar beneden, gaat hij eerst natuurlijk naar de N. En dan één keer omhoog, dan gaat hij naar achteruit. Nou, ik zie er meteen hier ook weer de achteruitrijcamera. Nou, die kennen we natuurlijk ook van de Opel Crossland onder andere. We hebben hier ook eerder een video van gemaakt. Die zal ik hier uiteraard boven even linken, hoe dat werkt. Maar die heeft ook weer die fantastische handige 180 graden weergave functie. Maar daarnaast kun je ook nog de automaat natuurlijk gewoon zeggen van de neutraal, de D of inderdaad gewoon de M van manual. En wanneer je de M van manual dus gebruikt, dan heb je bij de automaat ook de schakelflippers nodig die hier achter de stuurwiel zitten. Nou, wanneer ik hem dan weer in de P wil zetten, dan druk ik eigenlijk gewoon weer op het knopje van de P en dan staat hij daar ook weer in. Daarnaast heeft de automaat ook nog een drive modus functie. Nou, wanneer je daarop klikt, zie je eigenlijk hier ook de mogelijkheden. Je kan kiezen voor een sportstand. Ja, dan heeft hij eigenlijk wat een sportievere rij-eigenschappen wat er eigenlijk gebeurt. Daarnaast heeft hij ook gewoon normaal. Hè, dat is eigenlijk waar hij eigenlijk altijd in start. Waar je hem ook al heb je hem bijvoorbeeld in sport staan, je zet hem uit. Daarna gaat hij altijd weer naar normaal. Of je kunt hem ook inderdaad in de eco-stand zetten. Nou, dat wordt gezegd al, sorry, wat economischer rijden, wat minder verbruiken, wat eerder overschakelen en functie van de kachel ook veranderen.
Nou, hier boven in het hemeltje, daar zien we eigenlijk de knoppen ook van Opel Connect. De rode knop is inderdaad de e-call knop, hè, zoals we het noemen. Mocht je in een noodsituatie zijn, een SOS-functie, dan kun je die knop indrukken. En het zwarte knopje wat daaronder zit, dat is eigenlijk voor de b-call. Dus daar kun je eigenlijk op drukken, als je bijvoorbeeld met pech aan de kant van de weg staat. We gaan er natuurlijk uiteraard niet vanuit, maar mocht je met pech onderweg staan, dan kun je die knop indrukken. En dan word je eigenlijk verbonden met Opel Assistance, wat in combinatie is met de AWB. Nou, dit werkt niet via je eigen telefoon. Er zit eigenlijk een aparte module daarboven die eigenlijk zorgt voor deze telefonische verbinding. De Opel Mokka is ook het eerste model van Opel waarbij dit ook standaard erop zit. Nou, dat heeft ook te maken met de typegoedkeuring van deze auto. Nou, als laatste wil ik je nog informatie geven over de verlichting. Standaard is hier eigenlijk al voorzien van LED-verlichting. Maar je kunt ook verkiezen voor Intellilux Matrix verlichting. En dat is echt een prachtig systeem. En deze verlichting die zorgt ervoor dat je natuurlijk 's nachts natuurlijk nog meer zicht hebt. Natuurlijk heeft LED-verlichting sowieso ook altijd mooi zicht. Maar die rij je eigenlijk altijd met groot licht. En dan zul je natuurlijk denken van, nou wat als er een tegenligger gebeurt? En dat schermt je eigenlijk uit met lamellen. Dus dat is natuurlijk prachtig mooi. Die tegenligger heeft niks in de gaten. En jezelf hebt natuurlijk een prachtig mooi zicht. Ook wat er voor je is, maar ook aan de zijkant. Dat is zeker ook een optie die ik zo aan zou raden. Mocht je het vervelend vinden om 's nachts te rijden. Nou, ik hoop dat ik je hiermee een leuke en duidelijke uitleg heb gegeven over de nieuwe Opel Mokka. Mocht je nog aanvullende vragen hebben, typ ze heel gemakkelijk hieronder in of stuur een mail naar klantencontact @liewesrode.nl. Maar je bent natuurlijk ook van harte welkom om bij ons langs te komen. Maak ervoor een afspraak via www.liewesrode.nl, zodat je het nieuwe model van Opel kunt bekijken en natuurlijk is een proefrit ook mogelijk. Nou, ik wil je super bedanken voor het kijken naar deze video. Mijn naam is Hendrik Liewes. Volgende keer verschijnt er weer een nieuwe video en hopelijk zien we elkaar dan weer. Tot ziens!